Hallo, welkom bij Fans Space. Reg, ons is minute weg van die Mambushi en vriendenveiling. Ek staan hier so met Karel Chalmers, een man wat al bekend raak in die Bosveld onder die boeraanmanne. Hulle doen een paar boeraanveilings. Een bietjie by hom hoor, wat is sy opinie, wat hy raak gesien en waarna jy kan uitkyk. En ek sal sommer nou ook sommer my opinie gee, sodra hy gepraat het. So, kom luister saam. Karel, gaan het? Goed dan bij jou, Tinus, baie welkom. Nee, baie lekker om hier te wees. Welkom bij Pala Pala, baie speciale plek, ne? Dit is een baie, baie lekker plek en altijd lekker om hier te wees. Altijd so groep veiling, altijd moeilijk saam, maar het is lekker om te zien dat die gasverkopers, en die koper, aan die Mambushi ouwens amper gas gee, in termen van kwaliteit, en het is lekker om te zien dat die ouwens so saamkom. Ja, ek dink dis een van die dinge waarna Chris hulle streven bij Mambushi, is dat die kwaliteit van die dieren moet goed wees, en dat daarom die kering wat gister plaasgevind het, was ook op een hoë standaard geweest. Als een paar dieren wat uitgekom het, wat die elke koper verseker daarvan, dat die dieren wat aangebied word, heeltemal op kwaliteit en standaard is, ja. Ja, en het is lekker om het te gesien het gister. As jy net deurgestap het, hierso is baie vormigheid, maar is ook ietsie van alles. Bietjie groter raam, bietjie kleiner raam, wat jy ook hier gaan sien, wat ons in die Bosveld en semi-Bosveld, waar jy bietjie sierveld het, vooral nog hierso, en bietjie daar in die Nelstroomse kant toe, maar zodra jy aan kan die berg kom, raak jy weer lekker soet, so jy krijg ietsie van alles hier so. Ek krijg ietsie van alles daar, en dan natuurlijk die Zambiese verteenwoordiging en die gene en hierdie Mambushi en vriende is baie groot, wat ons weet dan bykie moedelijk geneig is tot een bykie kleiner raambees, maar die kwaliteit van die dieren is baie goed, die conditie van die dieren is goed, die colors, die bulle wat gebruik het is topbulle, en om een aanduiding te gee dat nie een van die bulle is afgekeer gister nie, so die bulle is allemaal op standaard, die keerders vind het goed en dit lyk volgende, daar is redelike belangstelling onder die bulle en daar is een paar specifieke dieren, dis nie die bondveiling nie, maar ons het een paar baie goeie bonddieren ook nie so, sowel as koeie en kalvers van topstaande gehalte, en dis nie, ek dink die aanbod is baie goed. Karel, baie dankie, ek weet ons moet nou spring, ons veiling begin oor minute, so. So, as jy nie ingeskakel is nie, onthou Meerkat, is aanlyn beskikbaar, kyk gerus asseblief, baie dankie. As jy so, as jy nou nog nie geregistreer het, jy maak seker jy gaan doen het op Meerkat, ek kan vir jou sê, daar is een paar lotte wat al reeds warm loop daar so, en dit is, hulle verdien het ook, ek het na die lotte gaan kyk, is een paar sterk lotte, en dan is hier ook iets vir amal, vir die manne wat dalk al begin, gaan hier een paar lekker goeiekies kan optel, die mark is taai, dit is een kopersmark, maak seker jy mis nie die geleentheid nie.